Het is zondag, de wekker gaat, hier heb ik op gewacht. Het allerleukste uur breekt aan, de tv mag super hard. We gaan op avontuur, ga je mee? Het is voor iedereen. We gaan ontdekken hoe geliefd we zijn. Kom je mee? Het zijn je allerbeste vrienden. Allereerste vriend. Kijk ze eens gek doen. Allereerste vriend. Dit is echt voor iedereen. Ook voor jou, dus doe maar mee. Het zijn je vrienden. Allereerste vriend. Kom je spelen. Doe een dansje. Eet een frikandel. En als ze zeggen dat is gek, dan doen wij het juist wel. We gaan op avontuur, ga je mee? Het is voor iedereen. We gaan ontdekken hoe geliefd we zijn. Kom je mee? We zijn je allerbeste vrienden. Allereerste vriend. Kijk ze eens gek doen. Allereerste vriend. Dit is echt voor iedereen. Ook voor jou, dus doe maar mee. We zijn je vrienden. Allereerste vriend. We staan voor je klaar. Sophie, moet je kijken hoe gigantisch groot dit bos is? Ja! Wow, moet je die bomen kijken? Oh, wow. Die zijn perfect om in te gaan klimmen! Nee, Olly. Nee, dat vind ik veel te spannend. Oh, nee. Okay. Oh, maar Olly, moet je ruiken hoe lekker het bos ruikt? Lekker! Ja, lekker hè? Hey, kids! Hoi, kids! Hoi! Zo leuk dat jullie er vandaag weer zijn! Ja, we gaan op ontdekking door Gods schepping! Klopt ja, en we hebben al 2 dagen gehad. En ja. Dag 1 heeft de Heer de God het dag en nacht gemaakt, dus licht en het donker. En dag 2, wat heeft hij toen gemaakt, Sophie? Had hij het water op de aarde verdeeld met het water in de lucht. Ja, precies. Met de wolken die we vorige keer hadden gezien. Met de wolken, en uit de wolken komt natuurlijk regen. Ja. En die regen hebben we echt nodig hier, want anders hebben we deze grote kanjers van bomen natuurlijk helemaal niet. Dat is ook zo! Echt, hè? Ja, voor de bomen en de planten hebben we water nodig. Precies, ja. Oh, wat goed zeg. Nou, zie jij wat ik zie? Ja, ik zie het ook. Zie jij het ook? Ja, ik zie het ook. Ja, daar zijn er nog een paar slaapkoppen. Wakker worden, wakker worden! Hallo, we zijn weer begonnen hoor. Op ontdekking nog een trapping. Ja, weet je wat we doen? We gaan gewoon even een spelletje doen. Een beetje fit woord spelletje. Precies, ja. Even opstaan, jongens. Kom maar staan. Oké, we beginnen met een makkelijke. Dat is joggen op de plaats. Oké, joggen. Ja, heel goed. En we doen nog één. De jumping jacks. De jumping jacks. Als je niet wil springen, mag je ook staan op de plaats. Dat mag ook. Voor de papa's en mama's is dat. Maar wij kunnen wel springen, toch? Precies, oké, even actieve. Jongens, we gaan lekker boksen. Oef. Ja, lekker boksen. Heel goed. Goed en, zo. Als allerlaatste, appels plukken uit de bomen. Lekker, ja. Lekker appels plukken. Lekker. Zo. Ja. We zijn allemaal weer wakker. Hartstikke precies, goed. Precies. Hé, maar Olly, ja. Heb jij je hebt natuurlijk je rugzak weer meegenomen. Ja, wat zeker. Heb je dan allemaal weer meegenomen? Heb je je kompas? Ja. En je flesje water? Ja. En misschien ook wel weer je boek? Ja, natuurlijk heb ik die bij me. En een tablet? Ja, zeker. Maar heb je nog meer nieuwe dingen meegenomen? Een verrassing voor Olly. Spannend. En misschien ook voor Sophie? Voetbal? Mijn voetbal. Ik had zoveel zin om lekker te gaan voetballen. Ja. Ik dacht, misschien is er ook wel een lekker grasveldje. Dan kunnen we lekker over gaan trappen of zo. Heb je daar zin in? Ja, vind ik een goed idee. Ja? Oké. Kids, moet even gaan zoeken naar een grasveldje. Ja. Lopen jullie mee? Ja. Hey kids, wat fijn dat jullie kijken. Dans en zing met ons mee met dit te gekke lied. Here we go! De pees ging goed, echt zoals het hoort. Je kijkt en luistert, super cool. Doe met ons mee en jump nu uit die stoel. Je hoeft niet stil te staan, het is nu showtime. Zijn liefde steekt je aan. Het gaat vanzelf, dus laat je nu. Oh.
met zijn schuurgitaar. Dus pak die kans en dans nu mee. Hier bij ons voel jij je weer oké. Want hij houdt van jou en altijd is hij trouw. Ja, so much is zijn lach. Om zijn grote liefde mag het dak eraf. Jij bent niet alleen. Oh. Samen zijn bijeen.
Weet je wat ik kan? Kijk, ik kan zo. Zo. En dan kan ik en ik vind de school gewoon leuk, rekenen en werken. Dan kan je echt zelfstandig werken. Super fijn. En wij gaan verhuizen. Weet je wat ik kan? Voetballen. Nee, jullie. En dan samen al heel goed. Zitten wij elke keer op te leren om goed te ballen, toch? Ja, voetbal is natuurlijk super leuk. En ik ook. Doei allemaal. Fijn dat jij was. Doei. Ik mis jullie echt super erg. En ik hoop dat we snel weer naar Olly en Sophie kunnen. Doei. Doei. Het is wel een mooi veldje om te voetballen, hè, Sophie? Nou, zeker dat je goed gevonden, hoor, Lee. Echt, hè? Ja, echt supergoed. Oh, hey, panna! Oh, maar ik heb eigenlijk ook helemaal geen zin meer. Nee? Jij bent echt veel, veel beter in voetbal dan ik. Oh, ja, dat klopt. Ja. En ik heb eigenlijk wel een beetje terecht gekregen. Heb jij ook nog iets aan eten mee in je tas? Ja, frikandellen! Nee, echt. Ieba! Nee, joh, geintjes. Koude frikandellen. Ja, dat is helemaal koud geworden. Dat is hartstikke vies. Maar... nee, ik heb wel heel veel andere lekkere dingen mee. Hier, tangen. Oh, een banaan? Die? Ja, heel goed. Lekker. En deze heb ik meegenomen. Een appeltje. Ja, heel goed. Deze ook. Hè? Geintje. Dat kun je helemaal niet eten natuurlijk. En deze heb ik natuurlijk ook nog. Mandarijn. En mandarijn. En als allerlaatste heb ik ook nog deze. En een kiwi. En een kiwi. Oh, lekker zeg. Lekker hè? Smaakt goed hè? Heerlijk. Echt zin in hem. Ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd hè. We zijn nu bij dag 3 gekomen. Ja. Ja, wat zou de Heere God gemaakt hebben op dag 3 eigenlijk? Geen idee. Je hebt je boek toch mee? Ja, inderdaad. Zullen we het daaruit gaan lezen? Ja. Oké, gaan we doen. Dag 3. Oh. Wauw. Mag ik erop drukken nu? Ja, ik zie... Kijk, ik zie een appelboom. Ja, ik zie ook een perenboom. Ja, oké, ik druk erop. Daar komt die. Dag 3. En God zei, ik wil dat het water beneden op de aarde naar één plek stroomt. Zodat er ook droge grond tevoorschijn komt. Wat hij zei gebeurde. De droge grond noemde hij aarde. En het samengestroomde water noemde hij zee. En God zag dat het goed was. En God zei, ik wil dat er uit de aarde gras en allerlei planten en bomen ontstaan. Wat hij zei gebeurde. Er begon gras op de aarde te groeien. En er ontstonden allerlei planten en bomen. En God zag dat het goed was. Toen werd het avond en weer ochtend. En de derde dag was voorbij. Wauw! Dus de Heere God heeft het land met de bomen, de planten en het gras gemaakt. Ja, precies. En dus ook al het fruit. Oh ja, dat is ook zo. Ja, het is echt, trouwens echt wel heel veel soorten fruit, hè? Ontzettend veel soorten fruit. Banaan, aardbei, appel, mandarijn, kiwi, ja, druiven. Persik, mango, meloen. Ja. Hey kids, weten jullie misschien nog meer fruitsoorten? Noem eens. Ja. Ja, oh, lekker! Frambozen ook lekker, ja, en ananas. Lekker, 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 lekker. Hé, hey, maar hè? Wat is jouw lievelingsfruit, Olly? Een banaan. Ja, vind je die het lekkerst? Nee, maar het lijkt het meest op een frikandel. En wat is jouw lievelingssoort voor fruit, Sophie? Mijn lievelingssoort fruit is aardbei. En waarom dan? Dat is lekker zoet. Dat is ook heel lekker, ja. Ja, ja, ja. Hé, hey, maar er zijn echt heel veel soorten fruit. Ja. Maar zullen er ook heel veel soorten planten zijn? Ja, dat zou kunnen. Weet jij... Nee, ik weet het eigenlijk niet. Weet jij een plant? Ik ken ze eigenlijk niet zo goed. Cactus? Is dat een plant? Dat weet ik helemaal niet eigenlijk. Die prikt wel echt heel erg. Dat vind ik eigenlijk heel, heel, heel lelijk. Ja. Nou, dus ik moet ergens aan iets denken. Wat dan? Heb jij verder kijken mee? Ja, natuurlijk heb ik die mee. Even hebben? Ja. Wat dan? Nou, wat kijk, heb je gezien? Toen we hierheen kwamen, ja. Toen kwamen we onderweg een heel mooi veld met allemaal prachtige planten tegen. Oh, wauw. En ik ga kijken of we die door de verrekijk heen kunnen kijken. Wat goed zeg. Of we die kunnen zien. Kun je ze zien? Oh, ja, ik zie ze. Zie je ze? Oh. Zijn ze mooi? Oh, ze zijn zo mooi. Hoeveel? Hoeveel zijn het er? Nou, ik denk wel 100.000
Oi. Ja, ik ben niet zo goed in tellen, maar oh, ze zijn zo zien. Mooi. Ik wil ook zien, ik wil ook zien. Waar zo? Waar moet ik kijken? Nee, nee, nee. Waar moet ik heen? Ja, daar. Oh, daar. Ga kijken. Oh, mooi. Wow, dit is echt heel mooi. Ja. Maar, lieve Sophie Marie, dit zijn bloemen. Dit zijn geen planten. Oh. Dus we hebben alsnog nu geen planten natuurlijk. Ja, maar daar weet ik helemaal niks over verschillende planten. Nee, ik eigenlijk ook niet. Maar weet je wie er wel wat vanaf weet? Nee. Professor Verwonder. Oh ja, ja, dat denk ik wel. Ja, pak je boek. Ja. Kom, ik en hou ik zit wel zelfs vast. Te denken hè, over nou. Planten. Ik weet wel een plant, maar ik weet helemaal niet hoe die heet. Die is echt zo ontzettend super irritant. Ja. Ik snap echt niet dat de Heere God die gemaakt heeft. Oh. Nee, dan ben ik lekker aan het voetballen met mijn vrienden. En dan schop ik mijn bal wel eens dat het per ongeluk eruit gaat. En dan ligt hij in de struikjes. En dan ga ik hem pakken. En dan heb ik allemaal van die zwarte, kleverige bolletjes allemaal aan mijn kleding. Dat is vies en irritant. Ja. Ja. Ja, maar goed, het olie voor heeft de God niet heel slim bedacht. Nee, nee. Nou, nee. Eens even kijken. Maar goed. Oh, wacht, we moeten natuurlijk ook de QR-codes scannen doen. Ja, oké. Nou, ik moet wel heel veel vasthouden nu. Ja, we hebben heel veel dingen nodig voor ontdekking op de tablet. Oh, er staat hier ook al, Olly. Ben jij ook zo benieuwd naar verschillende planten? Scan de QR-code en kom bij professor Verwonder. Oh, hij gaat het misschien daarover hebben. Super. Oké, daar gaat hij. Ja! Hi, ik ben professor Vincent Erik Rutger Wonder. Professor Verwonder, welkom in mijn laboratorium. Het is weer tijd voor een megastisch proefje. En vandaag gaat het over land en plant. Hallo jongens en meisjes. We gaan vandaag weer iets megastisch meemaken. Op de derde dag maakte God de bomen, de planten, de rotsen, de vruchten, allemaal groenten, blaadjes, takken en... Sorry, we hebben ook niet de hele dag de tijd. Hij maakte ook zoveel. Dit was de dag dat God de bloemetjes ging buiten zetten. En daarom heb ik alles meegenomen. En ik ga jullie een paar laten zien. Kijken jullie mee? Deze plant is heel bijzonder. Want als ik die aanraak, kijk maar eens wat er gebeurt. Oh, alle blaadjes gaan zo in elkaar. Oh, dat is zo mooi om te zien. En ik heb nog meer meegenomen. Kijk maar. Deze blijft aan je vastplakken als je er langs loopt. Kijk, dit heet kleefkruid. Er zitten eigenlijk allemaal haakjes aan en die blijven zo aan je kleding vastzitten. Of aan een dier. En dan neem je de zaadjes van de plant mee ergens anders en groeit daar weer iets nieuws. Handig, hè? Zo, we gaan het allemaal er weer afhalen. Ja, dit is het wel, denk ik. En ik heb nog meer meegenomen. Kijk maar. Oh, ik heb hem hier tussen gelegd. Je kan bijna niet zien dat dit een bloemetje is. Maar ik kan hem openmaken. Kijk maar goed. Eerst de groene blaadjes eraf. En hij komt al tevoorschijn, zie je dat? Nog een blaadje. Nog een blaadje. Dit is toch megastisch? Oh, wauw, wat een beauty! Ho! Kijk, en dat zit dus allemaal hierin. Oh, God heeft zoveel moois gemaakt. Al deze dingetjes heeft hij gemaakt. Dat heeft hij allemaal zelf bedacht. En het lekkerste heb ik voor het laatst bewaard. Lekker! Nou, deze bloem is heel speciaal. Die kan je gewoon eten. Bijzonder, hè? Oh, dit was zo megastisch om met jullie te delen. Weet je, we zien elkaar weer de volgende keer. Dit was het voor vandaag. Tot ziens! God is een kunstenaar, een grote kunstenaar. Want wat hij maakte is zo wonderbaar. God is een kunstenaar, een grote kunstenaar.
is een kunstenaar, een grote kunstenaar. Want wat hij maakt, hij is zo wauw, wonderbaar. God is een kunstenaar, een grote kunstenaar. Want wat hij maakt, hij is zo wauw, zo wonderbaar. God maakte hoge bomen in het junglebos. Hij bedacht ook alle vruchten, zoals druiven aan een tros. Hij maakte mooie bloemen, zoals een madelief. En ook de kleine mieren, wat super creatief. God is een kunstenaar, een grote kunstenaar. Want wat hij maakte is zo wauw, wonderbaar. God is een kunstenaar, een grote kunstenaar. Want wat hij maakte is zo God, toch een kunstenaar, Olly. Nou, echt wel. Zo mooi gemaakt in de schepping. Super gaaf. Ja. En nu snap ik dus dat die kleefdingetjes die de Heere God gemaakt heeft, eigenlijk super slim van hem waren. En helemaal niet gek zoals eerst dacht. Nee, want die kleefdingetjes die blijven dus aan mijn broek en aan mijn schoenen en aan mijn sokken plakken. Omdat de planten natuurlijk helemaal geen benen hebben. En ze moeten natuurlijk wel naar een nieuw plekje kunnen gaan. Nou, inderdaad. Dus de volgende keer als mijn voetbal weer in die kleefdingen terechtkomt, draai ik een extra rondje zodat ik extra veel balletjes mee kan nemen. Oh, wat goed idee van jou, Olly. Nou, ik ben echt blij met onze planten die we hebben. Onze mooie bloemen die we hebben geplukt. Oh, ze zijn zo mooi, Sophie. Ik ga ze mooi in een vaasje zetten hier zo. Zo mooi. En dan kun je ze misschien zo wel natekenen ook in je nieuwe schetsboek. Ja, die heb ik hier. Dat is zo'n leuk idee. Oh, dat vind ik een heel goed idee. Echt, hè? Dan heb ik echt heel veel bloemen om na te tekenen. Zoveel planten en zoveel bloemen heeft de Heere God allemaal gemaakt voor ons. Ja, verschillende soorten fruit. Ja. Verschillende soorten planten. Verschillende soorten bloemen. En verschillende soorten bomen. Oh, zoveel, hè? Wat creatief eigenlijk van de God, hè? Echt ontzettend creatief is de Heere God. Heel mooi. Is heel mooi gemaakt. Ja. Maar weet je natuurlijk dat wij dus al deze bloemen hebben nu in huis staan. Dat is dus van buiten naar binnen gebracht. Maar weet je ook dat we bijvoorbeeld heel veel andere dingen ook uit Gods schepping komen? Nou, wat dan, Olly? Nou, bijvoorbeeld, wat dacht je van dit kistje? Huh? Maar dat staat toch niet zomaar in de natuur? Nee, buiten? Natuurlijk niet, gekkie. Luister, kijk, deze kist is natuurlijk van hout gemaakt. Ja. En hout, dat komt van de... Oh, van de boom! Van de bomen natuurlijk, inderdaad. Natuurlijk! Oh, dus, maar dan deze ook. Dan die ook. En dan is er een meneer of een mevrouw heel creatief geweest. Die heeft dus van die boom, heeft die hout gemaakt. En heeft hier zo'n kistje of bijvoorbeeld wel een mooie kist van gemaakt. Wauw! Dus we kunnen buiten van Gods schepping genieten. En binnen! Maar ook binnen! Gaaf, hè? Ja, echt leuk. Oh, en ik ben eigenlijk ook wel heel benieuwd of de kids thuis misschien ook wel iets binnen hebben staan. Wat een goed wat idee. Ze van Gods schepping naar binnen gekomen. Wat een goed idee. Hey kids. Kijk eens om je heen in huis. Heb jij misschien ook iets van hout? Ja? Ja. Oh, mooi. Of heb je misschien ook bloemen en planten in je huis staan? Oh, ja? Misschien moet je er een keertje aan ruiken. Of een keer een plonsje water geven als het nodig is. Ja, ja. Precies. Want daar mogen wij voor zorgen, hè? Ja, dat is zo gaaf. Leuk. Ja, dat vind ik ook. Ja. Maar ja, Sophie, we moeten natuurlijk wel opletten dat we er goed voor zorgen, hè? Ja, dat vind ik ook. Ja. Ja, want dat zit ik nu te denken. Ja, wat is dan? Dat papier... Ja. Wordt dat ook van de schepping gemaakt? Ja, dat kan. Ja, dat kan ook van bomen worden gemaakt. Van bomen? Dat klopt. Maar Olly, wat nou als we van alle bomen en alle planten... dat we dat uit de schepping halen, dat we het allemaal binnen gebruiken... dan gaat het allemaal opbuiten. Dat willen we toch ook niet? Nee. Maar daarom moeten we dus heel goed voor zorgen. En daarom kunnen we bijvoorbeeld... Kijk, deze zaadjes kunnen we bijvoorbeeld buiten dan weer gaan planten. En het zorgt er dan voor dat het bloemetje die we dan buiten hebben geplukt... lekker in de vaas hebben gezet, dat ze dan wel weer terugkomen in de natuur. Oh, wat goed van jou. Dus je mag wel binnen ervan genieten. Ja, natuurlijk. Als we er maar ook voor zorgen dat er weer nieuwe plantjes komen. Daar moeten we goed voor zorgen. Oh, dat is ook zo, Olly. En net zoals bijvoorbeeld bij bomen met hout... Ja, we moeten niet zomaar allemaal bossen weg gaan kappen... want nee. Dat is natuurlijk helemaal niet fijn voor de nee. natuur. Maar we mogen natuurlijk wel gebruik van maken van de Heere God. Want wij mogen ook creatief met het hout zijn. Ja. Maar ja, we moeten er wel voor zorgen dat we alleen maar gebruiken wat we echt nodig hebben. De rest moeten we lekker laten staan. En ja, natuurlijk precies. Nieuwe bomen bijplanten.
Oh ja! Heb je wel eens een boomfeestplantdag gehad op school? Nee, nog nooit. Oh, dat heb ik een keertje gehad. Was zo leuk! Ja? Gingen we dus allemaal nieuwe boompjes gingen we allemaal planten. En die gaan nu allemaal gloeien. Leuk, hè? Echt heel erg leuk. Oh, ik ben zo blij dat de Heere God land heeft gemaakt. De planten en de bomen en alle verschillende bloemen. Oh, daar word ik gewoon echt zo vrolijk van. Echt, hè? Ja, ik ben echt zo blij dat wij daarvoor mogen zorgen en daarvan mogen genieten. Precies, de Heere God heeft dat echt heel goed gemaakt. Nou, inderdaad. Hé, maar moet je deze eens kijken. Deze lijkt wel een beetje ook te prikken of zo. Oh, die is echt heel, heel vet. En deze dan? Deze bijvoorbeeld dat die helemaal hangt? Ja. Oh, en die gaat helemaal omhoog? Ik ben benieuwd hoe ze allemaal heet eigenlijk. Oh, ja, dat weet ik niet. Ik ook niet. Heel veel verschillende namen, denk ik. En zoveel kleuren ook. Oh, wauw. Zelfs als je geen Bijbel had, vertelden de bomen jou wel dat er een God in de hemel leeft die veel om je geeft. Zelfs als er geen kerk bestond, vertelden de bloemen op de grond dat ze niet zomaar zijn geplant, maar door de Heer zijn hand. Toch spreken ze geen woord. Het is een stille taal die overal wordt gehoord. Het is voor ons allemaal de stem. Als er geen christelijk lied vertelt ons wel elk natuurgebied van de wonderen scheppingspracht die God heeft bedacht. Als sprak er geen dominee, konden de golven van de zee de grootheid van God, majesteit van eeuwigheid tot eeuwigheid, tot eeuwigheid. Dit bloemetje nog, Olly. En dan is die van mij bijna klaar. En die van jou? Ja, die van mij gaat ook al goed, hoor. Is die mooi? Hij is superleuk. Oh, echt. Het wordt toch zo mooi met die berg en die bomen. Op ontdekking door Gods schepping. Oh, wat gaaf, hè? Ik ben zo blij dat de Heere God ook het land en de planten en... Oh, bomen, het zo fruit. Mooi. Echt zo gaaf. Ja, ik ook. Hé, maar Olly. Ja? Weet je wat ze te denken, hè? Nou? Ja, toch die bloemzaadjes? Ja, die heb ik hier. Zullen we dat nu anders buiten gaan planten? Voor de bloemetjes die we allemaal geplukt hadden vandaag. Oh, dat is een goed idee. Ja. Want ik zie hele donkere wolken er aankomen, dus ik denk dat het zo meteen gaat regenen. Ja, maar dat is alleen maar goed. Als we het nu snel doen en er komt daarna regen, dan gaat het groeien. Oh, ja, inderdaad. Goed idee. Oké, hey kids. Voordat we vergeten. Jij kan thuis natuurlijk ook de kijkers verder afmaken. Hè? Ga snel naar de website en maak hem zo mooi als je kan. Precies. En vergeet niet doorheen te kijken zo. En dan vind je natuurlijk ook alle filmpjes van Professor Verwonder. Ook leuk om te kijken. Superleuk. Oké, weet je wat? Ik neem ook even dit bosje mee. Dat kan ik gelijk bij de buren brengen. Oh, supergoed. Leuk toch? Hey kids, zien we je volgende week weer. Gaan we verder op ontdekking in Gods schepping. Doei! Vaak op de radio en past heel goed bij mij. Het liedje blijft zo hangen, het is een leuke melodie. Maar het gaat ook ergens over, nee, vervelen doet het niet. Het gaat van altijd.